Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 25 januari. U ziet de temperaturen zoals die vanmiddag in Nederland werden gemeten. Het was recordzacht, het was ronduit lenteachtig vandaag. De temperatuur liep in Zuid-Limburg op tot 16 graden en in de beeld werd het bijna 14 graden. En dat betekende een record, want nog nooit werd het zo warm op 25 januari. Zachte lucht dus, en die houden we de rest van de middag. En ook vanavond is het nog vrij zacht. Maar er gaat wel wat veranderen, want de brede opklaringen die we nu hebben, die gaan verdwijnen. Vanuit het westen komt er meer bewolking onze kant op. En vanavond raakt het dus ook op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien dat er in de nacht zelfs wel een spatje regen gaat vallen. Wel is het zo dat morgenochtend de opklaringen weer terugkomen en dan ziet het er best aardig uit. Later op de dag neemt wel de bewolking toe en in de avond gaat het dan van het westen uit regenen en dan kan het flink gaan regenen en ook de woensdag die ziet er bijzonder nat uit. Nou, vanmiddag dus nog even die flinke zonnige periode, vanavond vanuit het westen de toename van de bewolking. De wind die is overwegend matig, gaat een zuid-zuidwestelijke richting. Aan zee kan die wind vanavond af en toe krachtig of zelfs even hard worden in het noordwestelijk kustgebied. Temperaturen liggen vanavond zo rond de 9 à 10 graden. Vannacht mogelijk dan even een spatje regen in het oosten van het land, maar vanuit het westen komen later vannacht ook weer opklaringen. Dan daalt de temperatuur nog eventjes naar zo'n 5 tot 7 graden. Morgenochtend is er wat ruimte voor de zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en in de avond volgt er dan vanuit het westen regen. En dan gaat het ook stevig waaien. Een vrij krachtige tot harde wind komt er te staan uit het zuidwesten. Langs de kust kan de wind zelfs stormachtig worden. Dat is windkracht 8. Ook is er kans op zware windstoten, met name in het noordwestelijke kustgebied en in het Waddengebied. Daar dus zware windstoten tot zo'n 80-90 kilometer per uur. En dan de dagen erna. Nou, het blijft zacht. weer wordt het zeker niet. De temperaturen blijven hoog, over het algemeen tussen de 8 en de 10 graden. Wel is het zo dat het wisselvallig is. Iedere dag kunnen er wel een paar buien vallen en soms regelt het stevig door. Zo dus af en toe breekt ook de zon door. En volgende week nou verandert er eigenlijk weinig. Temperaturen blijven over het algemeen ruim boven het vriespunt. Er is slechts een kleine kans dat het een keertje tot nachtvorst komt. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.